Goedenavond, beste kijkers, en welkom bij deze ondertussen zevende editie van de Astroclub bij Volksterwacht Mira. Goedenavond, of misschien goedemorgen of goedemiddag, want dat is het voordeel aan onze internetversies. Dat is dat u namelijk zelf kan kijken wanneer het voor u het beste uitkomt. Maar dat is ook meteen het enige voordeel. Want zo'n Astroclubavond organiseren wij twee keer per maand. En dat is een combinatie van enerzijds een voorstelling zoals we nu aan het doen zijn, maar anderzijds ook een bezoek aan de sterrenwacht en een bezoek aan ons waarnemingsglas, waarmee we dan de telescopen kunnen gebruiken en ter uw beschikking kunnen stellen om u al het mooie van de sterrenhemel te tonen. Het is een 3-in-1 pakket waarvan we helaas nu enkel maar één fractie kunnen aanbieden en dat is een lezing via het internet. We hopen dat we jullie zo snel mogelijk terug op de sterrenwacht kunnen verwelkomen, maar zoals u weet is er een venijnig beestje dat onder ons leeft en we moeten de verspreiding daarvan kost wat kost zoveel mogelijk proberen tegen te houden. En vanavond gaan we het hebben over de mysteries van ons universum. Want in tegenstelling tot wat u misschien zou denken, als u al eens een Astroclub-lezing hebt gevolgd, via het internet of hier live vanuit de zaal, dan weet u dat u tegen het einde van die voorstelling heel wat meer te weten komt over de zon, over de planeten, over het zonnestelsel, over de sterren, over sterrenstelsels, over de ruimtevaart, over het universum, noem maar op. En u zou na verloop van tijd bijna beginnen denken dat we het meeste dat er te weten valt, dat we dat ondertussen wel weten. Maar niets is minder waar. En vandaag nemen we een diepe duik in het onbekende van ons universum. We gaan beginnen met een citaat van een Amerikaanse astrofysicus, Neil deGrasse Tyson. The universe is under no obligation to make sense to you. Dat Nederlands vertaalt, het universum staat onder geen enkele verplichting om logisch over te komen naar jou, of naar mij, of naar eender welke wetenschapper. Dus we gaan tijdens de voorstelling wel een paar dingen zien en ontdekken waarvan het eerste gedachte is van, ja, maar ja, dat is niet logisch. Maar dat is nu eenmaal de realiteit waarin dat we leven. Nu, als we het gaan hebben over de mysteries van ons universum, moeten we eerst wel al een goed beeld hebben van wat we allemaal wel weten over ons universum. En dat is al tamelijk veel. Maar als ik daarover allemaal moet gaan vertellen, dan hebben we helemaal niet voldoende tijd om dat rond te krijgen. Dus we gaan dat op 5 minuutjes tijd proberen doen. We gaan een reis maken doorheen het universum zoals we het vandaag kennen en we gaan eens kijken wat we daar allemaal in vinden. En voor die reis vertrekken we gewoon hier van op aarde. We stappen in een ruimteschip, we vliegen omhoog en we gaan steeds verder en verder en verder weg. En we zijn al vertrokken en u ziet, u herkent het plaatsje misschien dat we hier in beeld hebben. Het is vanuit Venetië dat we vertrekken, vanuit het noorden van Italië. We vliegen omhoog, we vliegen de lucht in en we gaan steeds verder en verder. En we gaan ook steeds sneller en sneller. Je ziet mooi het noorden van Italië al in beeld komen. Je ziet daar de Alpen, de laars van Italië, Europa. En eens we enkele tienduizenden kilometer ver van de aarde zijn, zien we de aarde al als onze mooie blauwe bol, een mooie blauwe knikker, een blauwe parel, omgeven door een zwarte oceaan, de donkere ruimte. De maan is onze dichtstbijzijnde buur, die ziet u rechtsboven in beeld, ziet u die passeren ondertussen. En eens dat we dan onze nabijgelegen buur gepasseerd zijn, de maan, en we gaan de ruimte in en we reizen naar de andere planeten, ja, dan ziet u dat we toch al eventjes onderweg zijn. En de snelheid waarmee dat we nu gaan, is eigenlijk al sneller dan de snelheid van het licht ondertussen. Het duurt even vooraleer we een paar van onze buurplaneten tegenkomen, vooraleer dat we de zon passeren. Voilà, daar is ze ondertussen. En we gaan steeds verder. De lichtstipjes die u nu nog ziet bewegen, zijn de andere planeten van ons zonnestelsel die we gepasseerd zijn, die we achter ons laten. En we zetten onze reis verder. We gaan naar de verste, buitenste hoeken van ons zonnestelsel. En als we vandaar terugkijken naar onze eigen zon, dan zien we dat onze zon niet meer of niet minder is dan een lichtpuntje. Een sterretje zoals er zoveel andere sterren zijn aan onze sterrenhemel. En we gaan verder. We reizen steeds verder en verder. Na verloop van tijd zien we ook de sterren aan ons passeren. Allemaal sterren die ook zoals onze zon zijn bijvoorbeeld, die ook allemaal planeten hebben, die aardachtige planeten hebben, rotsachtige planeten, gasplaneten, noem maar op. De verscheidenheid is enorm. Ontelbaar veel sterren. We zien er honderden, duizenden, miljoenen zien we aan ons voorbij gaan. Ja, we spreken zelfs over miljarden sterren
die we aan ons voorbij zien vliegen. En na verloop van tijd, als we steeds verder en verder weggaan, dan zien we dat al die sterren die we gepasseerd zijn, dat we die dan niet meer als individuele lichtpuntjes zien, maar we zien langzaam maar zeker dat die allemaal samen een heldere gloed geven in de ruimte. Een heldere gloed van al die sterren samen die op sommige plaatsen wordt onderbroken, die door sommige plaatsen, ja, waar dat we een paar donkere gebieden zien, donkere wolken verstrooid, donkere nevels die verstrooid zijn doorheen de ruimte, waar tussen ook die sterren zitten. En we zien, naarmate de afstand steeds blijft toenemen, zien we een grote structuur tevoorschijn komen. Een platte schijf, een mooie spiraalvorm. Dit is ons Melkwegstelsel. Het sterrenstelsel waarin dat wij met ons zonnestelsel en de aarde zitten. Linksboven zie je de Magellaanse wolken, de grote en de kleine. Twee kleine sterrenstelsels, zoals ons eigen Melkwegstelsel. En naarmate dat we nu echt de diepe ruimte induiken, zien we elk vlekje aan licht, elk stipje, elk streepje, elk bolletje aan licht dat we nu voorbij zien komen, is een volledig sterrenstelsel, zoals ons eigen Melkwegstelsel. Allemaal stuk voor stuk collecties van honderden miljarden sterren, met elk ook hun planeten, sterrenstelsels met gasnevels, noem maar op. En we zien dat die niet allemaal mooi egaal verspreid zijn over het universum, maar dat die sterrenstelsels, dat die samen zitten, dat die samen geklonterd zitten in groepjes, in wat dat we noemen clusters. En dit is hoe ons heelal op de allergrootste schaal eruit ziet. Een verspreiding van ontelbaar veel sterrenstelsels, honderden, miljarden zijn er van, die samen geclusterd zitten in die samen gegroepeerd zitten in clusters en superclusters. Maar wat als ik u nu vertel dat alles wat we nu gezien hebben, dat dat slechts 5% is van alles wat er in ons universum is? Laat me u voorstellen aan deze meneer. Fritz Zwicky is zijn naam. Een Zwitserse man die naar Amerika verhuisd is en daar een astronoom geworden is. Zoals u misschien ziet op de foto, het ziet er een beetje een bijzondere man uit. Een beetje een controversieel figuur, had soms controversiële ideeën. Kon wel eens in de clinch liggen met sommige van zijn collega's. En Fritz Zwicky die was in de jaren 30 onderzoek aan het doen naar van die clusters van sterrenstelsels, van die groepen van sterrenstelsels die bij elkaar zitten. En hij was geïnteresseerd in hoe snel dat die sterrenstelsels bewegen. En had er eentje uitgekozen, deze nu bijvoorbeeld, de Coma-cluster van sterrenstelsels. En dan ging hij kijken hoe snel zijn die aan het bewegen ten opzichte van elkaar. Nu, als je met een telescoop naar zo'n cluster gaat kijken, dan mag je lang kijken, dan mag je een hele nacht kijken, mag je zelfs verschillende nachten na elkaar kijken, jaar na jaar. Je gaat die sterrenstelsels nooit zien opschuiven. Ze bewegen wel, maar de schaal waarover die bewegen is zodanig gigantisch groot dat je dat met het blote oog of met een telescoop nooit gaat zien. Die beweging gaat nooit duidelijk worden. We moeten dus een andere manier zoeken om die snelheden te meten. En die is er. We gaan eventjes daarvoor de hulp inroepen van de brandweer. De brandweer, zal u zeggen. Ja, mysterieuze dames en heren. Wat hebben die er nu mee te maken? Wel, ik heb vooral het geluid nodig dat zo'n brandweerwagen maakt. Normaal gezien zat u nu hier in de zaal en konden we eventjes een experimentje doen, maar ik ga er nu vanuit dat u thuis even goed gaat meewerken. Sluit even uw ogen. U gaat een brandweerwagen horen en u doet uw ogen pas open op het moment dat u denkt dat die voorbij rijdt en dat die wegrijdt van u. Hier komt hij, hè. En ik ga ervan uit dat u nu ondertussen uw ogen heeft opengedaan en dat u mooi de brandweerwagen ziet wegrijden. Hoe weet u dan wanneer die brandweerwagen wegrijdt? Ja, u hoort dat aan die sirene. Dat is onze intuïtie die we ondertussen hebben. Als die sirene opeens van toonhoogte verlaagt en die wordt precies uitgerokken, dan weten we van oké, die is van ons aan het wegrijden. En dat is wat we het Doppler-effect noemen. Het geluid, als het naar ons naartoe komt, worden die geluidgolfjes op elkaar gedrukt. Hebben we een hogere sirene die sneller klinkt. En eens dat de brandweerwagen voorbij rijdt, wordt die sirene uitgerokken en krijgen we langere golven, lagere toonhoogte. Dat Doppler-effect wat we voor geluid zien, dat kunnen we ook voor licht gebruiken.
Oh, naar de volgende. Dat kunnen we dus ook voor licht gebruiken. Dus sterren die licht uitstralen. Bijvoorbeeld deze ster straalt wit licht uit. En als die ster zich gaat bewegen, van links naar rechts, dan gaan we zien dat langs de ene kant die lichtgolfjes op elkaar geduwd worden. Langs de andere kant worden die lichtgolfjes uit elkaar gerokken. En dat zorgt voor een kleurverandering van die ster. En afhankelijk van waar dat wij ons met de aarde bevinden ten opzichte van die ster, gaan we dus de kleur van die ster ook zien verschuiven. Stel bijvoorbeeld dat we hier rechts van die ster zitten. Ik ga eventjes de animatie stoppen. Voilà. Stel dat we rechts van die ster zitten. We kijken naar die ster. En dan zien we dat die ster, dat die kleur eerder blauw gekleurd is. Wanneer die naar ons naartoe aan het komen is. Als we aan de andere kant zitten en we zien de ster van ons weggaan, dan zien we dat die eerder rood gekleurd is. Dat is de roodverschuiving. En aan de hand daarvan weten we of sterren, of sterrenstelsels nu bijvoorbeeld, van ons wegvliegen, of dat ze naar ons naartoe komen. En de mate waarin dat ze roder of blauwer gekleurd zijn, zegt ons ook direct hoe snel dat ze gaan. Gaan ze maar traag, dan gaan ze maar lichtjes blauw of rood gekleurd zijn. Gaan ze veel sneller, dan gaan ze veel verder blauw of rood gekleurd zijn. Dus Fritz Zwicky, die deed die metingen van die sterrenstelsels. En hij zag van, oei, maar die gaan wel heel, heel snel. Die gaan zodanig snel dat al die clusters, dat die normaal gezien allemaal al uit elkaar zouden moeten gevlogen zijn. Dat kan in principe niet dat die allemaal nog samen zitten. Als ik kijk naar hoeveel sterrenstelsels er zitten, en als ik dan aan de hand daarvan uitreken hoeveel massa dat die hebben, en hoeveel zwaartekracht dat die hebben, dan is dat te weinig. Er moet dus meer massa zijn dat we niet kunnen zien, die ervoor zorgt, die voor extra zwaartekracht zorgt, en die sterrenstelsels bij elkaar gaat houden. Toen hij die resultaten bekend maakte in de jaren 30, ja, toen legden de meeste astronomen dat een beetje naast zich neer. Ja, onzichtbare materie, kom hè Frits, kijk nog een keer goed. Je zult waarschijnlijk wel iets gemist hebben. Dus lange tijd werd dat gewoon opzij geschoven. Tot in de jaren 1960 kwam deze dame, Vera Rubin, langs. Ook een astronoom, Amerikaanse astronoom. Zij deed onderzoek naar iets anders, naar de rotatiecurves van sterrenstelsels. Dus die sterrenstelsels op zich, die draaien ook rond. Hè, dat is een beetje als een draaimolen. En Vera Rubin ging kijken, ja, op welke manier draaien die rond? Is dat op dezelfde manier als de planeten die in ons zonnestelsel draaien? Waarschijnlijk wel als de wetten van de zwaartekracht kloppen. Of is dat toch anders? Laat ons een keer kijken naar ons eigen zonnestelsel. We hebben de zon hier mooi in het midden. En we zien de andere lichtbolletjes, we zien de planeten die rond de zon aan het ronddraaien zijn. En als we van de zon beginnen in het midden, het eerste bolletje dat we zien, Mercurius, de eerste planeet, die draait heel snel rond de zon. Maar naarmate dat we verder weggaan, zien we dat de andere planeten trager draaien. Zelfs veel trager. En als je dat in een grafiekje gaat zetten, enerzijds de snelheid waarmee die planeten ronddraaien en anderzijds hoe ver ze van de zon zijn, dan krijgen we die zogenaamde rotatiecurve. En we zien Mercurius, dichtst bij de zon, die gaat het snelste. En dan zien we die snelheid snel naar beneden gaan. Oké, dat is dus hoe dat ons zonnestelsel, hoe dat die curve voor ons zonnestelsel eruit ziet. En dat is perfect volgens wat de wetten van Newton, wat de zwaartekrachtwetten ons voorschrijven. Dat klopt. Laat ons een keer gaan kijken naar die sterrenstelsels dan. En Vera Rubin koos voor het Andromeda-sterrenstelsel. Logisch, het is het dichtstbijzijnde spiraalsterrenstelsel bij ons. Dus het ziet er het grootste uit in de ruimte, dus het is het gemakkelijkste om dat sterrenstelsel te onderzoeken. En ze ging dan kijken, ja, hoe snel draait die volledige structuur rond. Hoe kunnen we dat doen? U weet het uiteraard nog. Een deel van dat sterrenstelsel komt naar ons toe terwijl het aan het draaien is, en een ander deel draait van ons weg. Dus een bepaald, de ene helft gaat rood gekleurd zijn, en de andere helft gaat blauw gekleurd zijn. En aan de hand daarvan kun je dan zien hoe snel draait zo'n sterrenstelsel rond. En dan ga je verspreid over verschillende plaatsen in dat sterrenstelsel, ga je dan metingen doen, dichter bij de kern, bij die heldere kern, en dan steeds verder weg van die kern, op al die verschillende plaatsen ga je meten hoe snel draait dat boeltje daar eigenlijk rond. En dan zetten we dat opnieuw in zo'n curve, in zo'n grafiek, en dan kreeg Vera Rubin dit resultaat. Ik ga eventjes het andere van het zonnestelsel erbij nemen. Ja, en dan zien we dat het er niet echt hetzelfde uitziet.
We zien dat die sterren, die ronddraaien rond de kern van zo'n sterrenstelsel, we zien dat naarmate dat we verder van die kern weggaan, dat die niet vertragen zoals dat je dat van het zonnestelsel ziet. En maar die sterren, die curve gaat omhoog en die blijft zo'n beetje omhoog hangen. Die gaat dan niet meer naar beneden. En dat is niet volgens wat dat de wetten van de zwaartekracht ons voorschrijven. Wat is hier aan de hand? Maar wacht, misschien is het Andromeda-sterrenstelsel een beetje een weirdo daarin. Misschien is dat het enige sterrenstelsel waar dat we dat zien. Laat ons een keer een ander sterrenstelsel bekijken, het Triangulum-sterrenstelsel. We doen diezelfde metingen en we zien hetzelfde resultaat. En we kunnen naar nog andere sterrenstelsels kijken. En opnieuw, we zien dat die sterren dat die niet vertragen. Dat die nog tamelijk snel eigenlijk rond die kern draaien. We zien, op dit beeld zien we rechts dus hoe dat een sterrenstelsel draait, hoe dat we dachten dat het draait. Dicht tegen de kern gaat alles redelijk snel en naarmate dat je verder gaat, gaat het allemaal veel trager. Maar in werkelijkheid draaien ze dus zo rond zoals op het linkse beeld. Dicht tegen de kern draait alles snel, maar naarmate dat je verder weg van die kern gaat, blijven die sterren nog altijd tamelijk snel ronddraaien. En daar is met onze huidige wetten van de zwaartekracht, van Newton of van Einstein, is daar geen verklaring voor. Tenzij dat we ervan uitgaan dat een sterrenstelsel maar een kleine structuur is, het middelpunt eigenlijk, van een veel grotere structuur van donkere massa, zoals Fritz Zwicky ook al had geopperd in de jaren 30. Als we een grote bol, een grote halo wordt dat dan genoemd, van donkere materie rond het sterrenstelsel hebben, ja, het sterrenstelsel zelf is dan zodanig klein dat we die sterren, dat we die vertraging eigenlijk niet zien en dat die snel blijven draaien. Dus er is extra bewijslast om te kunnen zeggen van kijk, een groot deel van de zwaartekracht dat we zien, kunnen we niet verklaren, dus er moet een groot deel massa zijn dat onzichtbaar is, dat we niet kunnen zien, donkere materie. En er is toch meer bewijs voor. Er zit tussen die clusters, tussen die groepen van sterrenstelsels, daar zit ook gas tussen. En dat gas heeft een temperatuur, straalt straling uit, dat straalt röntgengolven uit. En afhankelijk van hoeveel massa er in die cluster zit, gaat de temperatuur van die straling hoger zijn. En ook dat toont ons ook dat er veel meer massa is dan wat we maar kunnen zien, dan de sterrenstelsels die we kunnen zien. En nog een laatste methode is als die sterrenstelsels, enfin, is het te zeggen, die zwaartekracht van die groepen van die sterrenstelsels, dat gaat het licht afbuigen. Dat weten we ook door Einstein. En dat zien we ook effectief gebeuren wanneer we naar de ruimte kijken, wanneer we naar die sterrenclusters kijken. We zien dat het licht van sterrenstelsels dat erachter zit, dat licht daarvan afgebogen wordt door de zwaartekracht van die clusters. En aan de hand van de mate waarin dat licht afgebogen wordt, kunnen we ook berekenen hoeveel massa er in zo'n cluster zit. En dat geeft hetzelfde resultaat. Er is veel meer massa dan wat we maar zelf met onze ogen en met onze telescopen kunnen zien. Welcome to the dark side of the universe. Oké. Wat is nu in godsnaam die donkere materie? Simpel gezegd hebben we nog altijd geen idee, maar er zijn wel een paar theorieën. Om te beginnen, dit is het zeker niet. Want als u op internet dat eens gaat opzoeken, donkere materie of dark matter in het Engels, dan kan u wel eens op een website stuiten waar u deze foto gaat zien en waar het er dan gaat bijstaan, donkere materie werd gevonden. En u ziet inderdaad een donkere wolk hier, die voor die sterren zit. Maar ja, dat is het juist. U ziet die wolk zitten. U ziet dat die donkere nevel, dat die het licht van die sterren absorbeert, dat die dat niet doorlaat. Dus dat is geen donkere materie. Donkere materie is echt letterlijk onzichtbare materie. Vandaar dat de benaming donker misschien een beetje verkeerd is. Materie misschien ook, want we zijn eigenlijk zelfs nog niet zeker of het echt wel om materie of dat het om massa gaat. Dus om alle misverstanden uit de wereld te helpen, dit is het zeker en vast niet. Wat is het dan wel? Een idee is MOND. MOND, afkorting, die staat voor Modified Newtonian Dynamics. Wat willen we daarmee zeggen? Wel, kijk, de wetten van Newton en de wetten van de zwaartekracht die we kennen, die zijn correct, maar we moeten die hier en daar een beetje gaan modificeren. Of in het Vlaams gezegd, we moeten daar een beetje mee foefelen.
En dan klopt het wel. Links hebben we de formules van Newton zoals we die kennen. En rechts hebben we dan die aangepaste formules. En als we dat gebruiken en we passen dat toe op die sterrenstelsels, op die rotaties van die sterrenstelsels, dan zie je van, oké, dat werkt, dat lukt. Maar op grotere structuur in sterrenclusters, in die verzamelingen van die sterrenstelsels die daar samen in groepen zitten, ja, daar zien we toch af en toe donkere materie los van andere sterrenstelsels zitten. En met mond kunnen we dat dan niet gaan verklaren. Dus het is een theorie die van tafel geveegd is en die eigenlijk op sterven na dood is. Een andere mogelijkheid. Misschien zijn het wel macho's. Macho's? Niet zo'n macho's. Zo'n macho's. Massieve, compacte halo-objecten. Zoals al gezegd, we hebben onze sterrenstelsels en die zitten in een grote halo van die donkere materie. Wel, misschien bestaat die halo dat uit massieve hemellichamen, zoals zwarte gaten, neutronensterren, bruine dwergen, mislukte sterren. Dat zijn kleine objecten die enorm veel massa hebben. Maar omdat ze zo klein zijn, zijn ze ook heel moeilijk te zien. Maar ze zijn niet onzichtbaar. Dus we kunnen er wel naar op zoek gaan met zogenaamde surveys, met zogenaamde zoektochten. En we hebben er uiteraard gevonden van die macho's, maar veel te weinig om het totale aan die donkere materie te kunnen verklaren. Dus macho's ook van tafel. Misschien is het dan het omgekeerde. Misschien zijn het WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles. En we bestaan allemaal, de materie en de massa die we zien, bestaat uit deeltjes, allemaal fundamentele kleine deeltjes. Misschien zijn er van die deeltjes bij die we niet kunnen zien, omdat ze bijna geen interacties aangaan met de materie die wij kennen. Met onze dagelijkse materie, waarvan we zoveel houden, die we kunnen zien, proeven, horen, noem maar op. Misschien zijn het dat wel. En een voorbeeld daarvan, van zo'n WIMP, is een neutrino. Een neutrino, daarvan weten we dat er daarvan honderden miljarden per seconde worden geproduceerd in onze zon. En die zijn zodanig klein dat ze eigenlijk door alles doorvliegen. Zelfs door ons eigen lichaam. Per seconde vliegen er van die neutrino's, vliegen er miljarden door ons lichaam, zonder dat ze met ons botsen, zonder dat ze op onze atomen in ons lichaam botsen, zonder dat we daar iets van merken. En dat klinkt misschien raar, want je zou denken van, ja, maar ja, zo transparant ben ik toch niet. Wel, doe maar gewoon eens uw lichtje van uw gsm branden en hou uw vinger daarvoor. Ja, en dan ziet u eigenlijk het licht wel al door uw vinger doorkomen. U bent transparanter dan u zelf denkt. Maar dus misschien zijn het zo'n kleine deeltjes, deeltjes die heel klein zijn en die amper massa hebben, maar als ze maar met genoeg zijn, dan hebben ze wel veel massa en kunnen ze misschien die donkere materie verklaren. Stalking the wild neutrino was the rarest of sport. The lengths one must go to track them down is nothing short of astonishing. Welcome to Super Kamioka, subterranean Japanese neutrino detection chamber. We're more than a half mile beneath our surface. You might ask, well, who in their right mind would bury an astronomical observatory so far underground? Those who hunt the most elusive prey in the cosmos, the neutrino. This enormous array of light detectors surrounding 50,000 tons of distilled water is a trap designed to catch neutrinos only. Other particles, such as cosmic rays, mostly protons and electrons that rain down from space, cannot get through all that rock above us. But matter poses no obstacle to a neutrino. A neutrino could pass through 100 light years of steel without even slowing down. Een fragment uit de serie Cosmos Space Time Odyssey. Die neutrino's, als die overal doorvliegen, hoe kunnen we die dan vinden? Hoe weten we dan dat die er zijn? Er bestaan op aarde een paar detectoren, zoals in Japan is er zo'n neutrino-detector. En op Antarctica is er ook IceCube een neutrino-detector. Daar gaat men eigenlijk speuren op zoek naar zo'n neutrino's. Het zijn gigantische detectoren. En ook al vliegen ze normaal gezien overal door, die neutrino's, af en toe bestaat de kans dat er toch wel eens eentje botst met een ander deeltje. En dat laat dan zijn sporen aan, dat kunnen we detecteren. Dat is een passieve zoektocht.
naar neutrino's, maar ook misschien naar andere deeltjes van donkere materie. We kunnen er ook actief naar op zoek gaan in deeltjesversnellers, zoals hier in het CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, de Europese Raad voor Kernonderzoek. Daar gaan we echt actief op zoek naar die deeltjes. We gaan deeltjes, protonen, met elkaar laten botsen met steeds meer en meer energie. Die vliegen met bijna de snelheid van het licht vliegen die tegen elkaar. En bij die botsing komen er allemaal andere deeltjes vrij, komen er brokstukken vrij. En aan de hand daarvan gaan we gaan analyseren wat voor deeltjes dat eruit zijn vrijgekomen. De detectoren, dat is zoals vissen. Je zwiert u een hengel uit en je wacht en je ziet wat dat er gaat bijten. En in de deeltjesversnellers gaan we echt actief op zoek. Gaan we de deeltjes laten botsen en gaan we zien of dat we daar iets nieuws vinden. Nu, die deeltjes zelf zien we niet echt vliegen, maar bij een botsing laten ze wel hun sporen na. Dat is zoals een zwaar verkeersongeval waar dat er een auto vluchtmisdrijf pleegt. Je hebt remsporen op het wegdek, je hebt allerlei brokstukken op het wegdek, misschien zelfs een logo van een auto. En door al die verschillende deeltjes te gaan analyseren, ga je meer te weten komen over welke auto het ongeval veroorzaakt heeft. Hetzelfde doen we met die deeltjesversnellers, die laten sporen na. En door die te gaan analyseren, kunnen we meer te weten komen over het deeltje dat ontstaan is bij zo'n botsing bijvoorbeeld. En als je dan heel veel geluk hebt, vind een nummerplaat en dan weet je direct wie dat het gedaan heeft natuurlijk. Dat zijn een aantal mogelijkheden voor wat die donkere materie kan zijn. Maar het is zeker niet, het zijn zeker niet de enige. Er zijn nog veel meer theorieën voor wat die donkere materie zou kunnen zijn. Waaronder zelfs een theorie die stelt, kijk, donkere materie is gewoon de zwaartekracht van normale materie. Maar normale materie in een ander universum. En het is die zwaartekracht dat doorsijpelt in ons universum en dat we dan zien als donkere materie. Eén van nog vele theorieën om daar een verklaring voor te geven. Maar kort gezegd, tot nu toe weten we eigenlijk niet wat het is. Oké, genoeg over donkere materie. Tijd voor iets anders. Wanneer we vandaag de dag naar buiten kijken, naar de sterrenhemel en we zien de Melkweg, dan hebben we een tamelijk goed beeld, vrij letterlijk, over wat we zien. Enerzijds door sterke telescopen, anderzijds door de fotografie. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik neem u eventjes terug mee naar 1920. En op 26 april werd er een groot debat gehouden. Want men vroeg zich af, zo van die ovaalvormige neveltjes, als men met een telescoop daarnaar ging kijken, dan zagen ze dat sommige van die nevels zo'n spiraalvormige structuur hadden. Vandaag weten we dat dat andere sterrenstelsels zijn, maar toen hadden ze nog geen fotografie, toen konden ze nog geen detailrijke beelden maken, toen moesten ze nog gebruik maken van hun eigen ogen. Dus er was een debat. Zijn die spiraalvormige nevels, zijn het gaswolken in ons eigen melkwegstelsel, zoals we er nog andere zien? Of is het misschien iets anders? Zijn het misschien volledig andere melkwegstelsels, andere sterrenstelsels, zoals ons eigen melkwegstelsel er ook één is? En op 26 april werd daarover gedebatteerd. Een hele dag lang. Enerzijds astronomen die zeiden, het zijn andere sterrenstelsels. Anderzijds astronomen die beweerden, het zijn gewoon nevels in een bijzondere structuur, in een bijzondere vorm, in ons eigen melkwegstelsel. Aan het einde van de dag had geen van beide kampen gewonnen. Ze wisten het niet. Er ontbraken nog bewijzen om echt te kunnen tonen dat het om het een of om het ander ging. We moesten nog een paar jaren wachten. En we moesten wachten op deze man, Edwin Hubble. En u kent de naam misschien van de Hubble Ruimtetelescoop. Ja, die telescoop is uiteraard genoemd naar deze astronoom. En de ontdekking die Edwin Hubble deed, was eigenlijk hetgene wat het definitieve bewijs ging geven om het debat sterrenstelsels of nevels, om dat tot een einde te brengen. Met een nieuwe telescoop in Mount Wilson Observatory observeerde Hubble namelijk het Andromeda-sterrenstelsel. Toen nog de Andromeda-nevel, omdat men niet zeker was, wat is het nu eigenlijk? En hij ging op zoek naar een bepaald type ster. De meeste sterren geven altijd dezelfde helderheid, maar er zijn sterren bij die variëren in helderheid. En naarmate van hoe snel ze pulseren, vertelt dat ons ook iets over hoe helder die sterren zijn. Nu, als we dan op een andere manier de afstand tot zo'n ster kunnen meten, dan is het maar gewoon vergelijken hoe helder is die ster op die afstand
en hoe helder is die andere ster op een andere afstand? En dan kunnen we gaan vergelijken hoe ver dat die van ons vandaan zijn. Hubble vond zo'n pulserende ster in de Andromeda-nevel en hij kon op die manier dan ook de afstand tot die nevel gaan berekenen. En hij kwam uit op een afstand van 100.000 lichtjaar. Vandaag de dag met moderne apparatuur, met betere apparatuur, weten we dat de afstand 2,5 miljoen lichtjaar hier vandaan is. Verder dan alles wat men tot nu toe kende in ons eigen melkwegstelsel. Het besluit viel, die spiraalvormige nevels zijn helemaal geen gaswolken in ons eigen melkwegstelsel, maar zijn dus volledig andere sterrenstelsels, volledige andere melkwegen in de ruimte. Tot toen dacht men ook dat het melkwegstelsel het volledige heelal was, dat dat alles was dat er is. En het heelal werd enorm veel groter op het moment dat Hubble de ontdekking maakte dat die andere spiraalvormige nevels andere sterrenstelsels zijn. Later, in 1929, maakte Hubble nog een andere ontdekking. Hij bestudeerde nog andere sterrenstelsels buiten het Andromeda-sterrenstelsel en hij zag dat die andere sterrenstelsels allemaal een beetje een roodverschuiving hadden. En u weet het uiteraard nog, roodverschuiving betekent ze gaan van ons weg. Ze zijn zich van ons aan het wegbewegen. Nagenoeg alle sterrenstelsels waar hij naar keek, ze hadden allemaal een roodverschuiving. Bon, hoe komt dat? Ja, wisten die misschien al dat het coronavirus hier ging uitbreken en zijn die hun al uit de voeten aan het maken? Er is iets anders dat waarschijnlijk aan de oorzaak ligt daarvan. En er is een persoon, een man, aan wie ik u wil voorstellen. Dus we zien door die roodverschuiving van die sterrenstelsels, zien we dat alle sterrenstelsels van ons vandaan aan het bewegen zijn. En dat komt omdat de ruimte tussen die sterrenstelsels aan het uitzetten is. Het is zo'n beetje als de stipjes op deze ballon, als ik die ballon opblaas. Dan ziet u dat die stippen verder uit elkaar gaan. En eender waar, op welke stip dat je ook bent, je hebt het idee dat al die andere stippen van u weggaan. Omdat de ruimte ertussen aan het toenemen is. En dat bracht een man hier in België op een idee. Dit is Georges Lemaître. Naar mijn mening een van de grootste Belgen waarvan u waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. Want Georges Lemaître zei, wel als al die sterrenstelsels aan het uitdijen zijn, dan wil dat zeggen dat die in de geschiedenis dichter bij elkaar zaten. En Georges Lemaître was niet zomaar iemand. Hij was een Belgische astronoom, sterrenkundige, wiskundige aan de Koninklijke Universiteit, aan de Katholieke Universiteit van Leuven. En hij kende ook Albert Einstein persoonlijk. Dus het is niet dat het een beetje een nobody was. Dus Georges Lemaître zei, wel, als al die sterrenstelsels aan het uitzetten zijn, als die zich van ons wegbewegen, dan moeten we maar onze afstandsbediening nemen en op rewind duwen, op terugdraaien duwen. En dan zien we dat alles terug bij elkaar komt. Al die sterrenstelsels die zo ver van ons vandaan zijn, komen allemaal terug dichter bij elkaar, tot ze op een gegeven moment allemaal samen zitten in één klein punt. Het oeratoom, noemde Georges Lemaître dat. En zo is het idee van de Big Bang ontstaan. Alles is begonnen uit één punt dat, ontploft is een beetje een verkeerd woord, maar uit één punt dat zich is beginnen uitzetten. En de vader van die theorie, de theorie van hoe alles is ontstaan, dat was een Belg, Georges Lemaître. Ik hoop dat u zijn naam nooit meer vergeet vanaf nu. Nu, wat was die oorzaak van de Big Bang? Ja, dat weten we niet echt. Als we gaan kijken naar Family Guy, die hebben we een theorie over. Die gaat als volgt. It was a Saturday night and God and his roommate Chugs were arm wrestling. You go down, man. Oh, dude, that is sick. Yeah, undefeated. Oh, wait. Here comes another one. Quick, give me your lighter. Ja. Wie zal het zeggen? Nu, als u het vraagt aan wetenschappers, aan cosmologen, aan sterrenkundigen, dan gaan ze u wel zeggen dat dit nogal onwaarschijnlijk is. Maar de echte reden waarom het universum plots begonnen is, dat is eigenlijk ook nog altijd een groot mysterie.
Nu, omdat we weten dat het heelal dus aan het uitzetten is, kunnen we ons wel de vraag stellen, ja, hoe gaat het in de toekomst verder gaan met ons heelal? En komt er ooit een einde aan? En hoe gaat het heelal dan aan haar einde komen? En er zijn een aantal modellen. Modellen die afhankelijk zijn van enerzijds de snelheid waarmee het heelal zich aan het uitzetten is sinds de Big Bang, en anderzijds de zwaartekracht die alles terug naar elkaar wil brengen. Je ziet hier drie verschillende mogelijkheden. Oftewel heb je een heelal dat zich uitzet en terug gaat inkrimpen. Oftewel heb je er een dat zich uitzet en min of meer dezelfde grootte gaat hebben tot in de eeuwigheid. Of je hebt er een die altijd zal blijven uitzetten tot in de eeuwigheid. Je kan dat een beetje vergelijken met een bal die je omhoog gooit. Je gooit de bal omhoog op het moment dat de bal de lucht ingaat, dat is het moment van de Big Bang. En het eerste universum, het heelal zet zich uit, krimpt terug in en komt tot een Big Crunch terug samen. Voor de twee anderen heb ik ja, niet genoeg kracht in mijn arm, maar als je je bal hard genoeg gooit, zodanig snel, dan kan je bereiken wat we met satellieten en wat we met raketten bereiken. Dan kom je in een omloopbaan om de aarde en die bal valt niet meer terug naar de aarde. Dat is zoals het heelal dat uitzet en dan een bepaalde grootte bereikt en min of meer diezelfde grootte aanhoudt. Stel je die bal met nog meer kracht wegsmijt, dan gaat hij de aarde verlaten, gaat hij aan het zwaartekrachtsveld van de aarde ontsnappen en gaat hij de verre ruimte inreizen. En dat komt dan overeen met het universum, het derde model, het universum dat altijd zal blijven uiteindelijk en niet meer terug naar elkaar zal terugkomen. Oké. Welke van die drie is het nu? Ja, onze glazen bol om in de toekomst te kijken, die is nog altijd in ontwikkeling, die hebben we nog altijd niet. Maar afhankelijk van hoe het heelal, ja, het is te zeggen, hoe het heelal in de geschiedenis zich heeft ontwikkeld, gaat ons kunnen vertellen, daarmee gaan we kunnen voorspellen, hoe het heelal naar de toekomst toe zal veranderen. Maar oké, kunnen we dan teruggaan in de tijd? Kunnen we dan terugkijken in de tijd? Kunnen we naar het verleden kijken? Dat gaat. Het is misschien de eerste keer dat u het hoort, maar telkens wanneer dat u buiten gaat staan en u kijkt naar de sterrenhemel, dan kijkt u terug naar het verleden. En dat komt omdat het licht dat we zien van al die sterren en van die sterrenstelsels, het licht heeft een bepaalde snelheid. Nu, wij merken dat in het dagdagelijkse leven niet, want als u thuis in uw living, of als u de lichten van uw auto aanzet, ja, als u het licht aanzet, dan is alles direct verlicht. Maar die lichtgolven zijn wel eventjes onderweg om uw volledige ruimte te vullen met licht bijvoorbeeld. Die snelheid van het licht is zeer hoog. Bijna 300.000 km per seconde. Dat is zodanig snel dat je de aarde met een diameter van 40.000 km, dat je 7,5 keer per seconde rond de aarde reist. Dus voor ons is dat onwaarschijnlijk snel. Maar als we dan gaan kijken naar de afstanden in de ruimte, ja, dan is de snelheid van het licht toch niet zo heel snel. Kijk bijvoorbeeld naar de zon. Het licht dat van de zon vertrekt en naar ons komt, dat is 8 minuten onderweg voor het ons bereikt. Dat wil dus zeggen dat als de zon plotseling uitgaat, als iemand er de stroomschakelaar afzet, dan hebben wij nog 8 minuten lang zonlicht en dan is het gedaan. Met andere woorden, het licht dat we nu zien van de zon, is er 8 minuten geleden vertrokken, is dus 8 minuten oud. En als we dan naar andere sterren gaan kijken, die staan op afstanden van lichtjaren. Dus het licht doet er jaren over voordat het ons bereikt. Bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde is Proxima Centauri, 4,22 lichtjaar. Dus wij zien die ster nu zoals ze was, 4 jaar en een beetje geleden. En zo kunnen we steeds verder en verder kijken. We kunnen ook naar andere sterrenstelsels kijken. Het Andromeda-sterrenstelsel bijvoorbeeld, dat was 2,5 miljoen lichtjaar. Dus het beeld dat we daar zien, het beeld dat we zien van dat sterrenstelsel, is 2,5 miljoen jaar oud. En ga zomaar verder tot enkele tientallen en zelfs miljarden lichtjaar afstand. Dus wat hebben we dan nodig om te bekijken hoe de uitdijing van het heelal in de loop van de geschiedenis veranderd is? Wel, eerst en vooral hebben we daar sterrenstelsels voor nodig. En liefst sterrenstelsels op verschillende afstanden. Want dan weten we ook, ja, dan kijken we kijken verder terug in de tijd ook, hoe verder die sterrenstelsels van ons vandaan zijn.
En het derde wat we moeten doen, dat is de snelheid van die sterrenstelsels meten. En dat weten we al, hè. We've been there, dat hebben we al gezien. Dat is die roodverschuiving. Aan de hand daarvan weten we hoe snel ze van ons vandaan gaan. En als we dan die snelheden gaan meten van verschillende sterrenstelsels op verschillende afstanden, op verschillende momenten terug in de tijd, dan weten we hoe die uitdaging van het heelal, hoe dat die in de loop van de tijd veranderd is. Of dat die versnelt, of dat die aan het versnellen is, of dat die aan het vertragen is. Nu, afstanden meten tot andere sterrenstelsels, zeker diegenen die heel ver van ons vandaan zijn, dat is moeilijk, maar er is een manier. Afstanden meten in het heelal, dat verdient eigenlijk een astroclub op zich, dat is een volledig ander onderwerp. Maar hoe dat we de afstanden tot die verafgelegen sterrenstelsels gaan meten, dat is aan de hand van supernova-explosies. En een supernova is een ster die ontploft, je hebt dat in verschillende types. We gaan kijken naar een type 1a supernova, omdat die allemaal min of meer dezelfde piekhelderheid hebben. En dat is opnieuw een goede manier om afstanden te kunnen meten ten opzichte van elkaar. Want als je weet dat een bepaald object altijd dezelfde helderheid heeft, dan weet je van, oké, andere van die objecten, andere van die supernova's, die we niet zo helder zien, die minder helder zijn, daarvan weten we van, oké, die staan verder van ons vandaan. En aan de hand daarvan kan je dan afstanden tot die verafgelegen sterrenstelsels gaan meten. En ere wie ere toekomt, er zijn 3 astronomen geweest die aan het hoofd stonden van groepen van astronomen die zo'n survey hebben gedaan, die zo'n zoektocht naar die supernova's hebben gedaan, die dan allemaal die afstanden tot die verschillende sterrenstelsels hebben kunnen meten. En deze 3 mannen die hebben in 2011 de Nobelprijs in de fysica gewonnen. Voor wat ze gevonden hebben, voor hun survey van supernova. Wie de Nobelprijs in de fysica, dat win je niet zomaar. Dus hetgeen wat ze moeten ontdekt hebben, dat moet echt wel baanbrekend geweest zijn. Ze zagen namelijk dat van de 3 manieren waarop het heelal zich aan het, nou, de 3 manieren waarop het heelal aan het evolueren is, ze zagen namelijk dat het eerste beeld, het heelal dat zich uitzet en dan terug inkrimpt, de bal die we omhoog gooien en terug in en terug land, dat is niet het heelal waarin we leven. Het tweede dan, het heelal zet zich uit en het blijft min of meer even groot, dat is het ook niet. En dan denkt u, ja, dan moet het wel het derde zijn, het heelal is zich aan het uitzetten en het zal zich altijd blijven uitzetten. Dat is het ook niet. Aan de hand van hun supernova's, van de afstand die ze gemeten hebben, en dan door de vergelijking te maken met hoe snel die verschillende sterrenstelsels gingen, op die verschillende afstanden, aan de hand daarvan hebben die astronomen ontdekt dat het heelal nog anders aan het evolueren is, dat het aan het versnellen is. Het is aan het uitzetten en het is bovendien plankgas aan het geven. Het is nog aan het versnellen. Mind-blowing. Want wat in godsnaam is nu die versnelling aan het veroorzaken? Daar hebben we eigenlijk geen idee van. En bovendien is het nog net iets mysterieuzer, want we zien dat het heelal in het begin, ja, na de oerknal, de eerste aantal miljarden jaren dat het heelal bestaat, zien we dat het heelal min of meer uitzet en aan het vertragen is. Dat je dan zou denken van we gaan misschien naar een heelal dat terug gaat inkrimpen. En het is pas in de laatste 7, 8 miljard jaar van de geschiedenis, van de geschiedenis van 13,8 miljard jaar dat ons heelal oud is, dat we zien dat die versnelling, dat dat nog aan het toenemen is. Dat het heelal dus ja, echt nog een vitesse hoger aan het schakelen is, bij wijze van spreken. Maar ja, wat is dan? Wat zorgt ervoor dat het heelal uitzet? We noemen dat donkere energie, omdat we gewoon geen andere naam ervoor hebben. We weten dat de zwaartekracht alles bij elkaar wil trekken. En we weten dat de Big Bang het heelal in gang gezet heeft. Maar wat er nu eigenlijk voor zorgt dat bovendien het heelal nog aan het versnellen is, dat weten we niet. Hoewel, we gaan eventjes te raden bij Albert Einstein. En in 1905, dat wordt het mirakeljaar van Einstein genoemd, in 1905 schrijft hij zijn wetenschappelijk paper over relativiteit, de relativiteitstheorie van Einstein. Dat geeft ons een volledig ander beeld van ons universum en van wat ruimte en tijd is. Want Einstein zegt namelijk, kijk, de ruimte, dat is geen vast toneel.
De ruimte is flexibel. En een massa gaat ervoor zorgen, zoals je ziet in het filmpje, dat de ruimte gaat verbuigen. Het is door die verbuiging, door dat putje in de ruimte, daardoor gaat materie naar elkaar naartoe bewegen. En hoe zwaarder uw massa, hoe meer dat ruimte gaat doorbuigen, dat is een direct gevolg daarvan. Het is een beetje als een hoeslaak, hè. Je neemt een hoeslaak, je spant dat op en je legt daar een bal op, of een bowlingbal of zo, dan ga je dat zien doorbuigen. Maar uw hoeslaak zelf, de ruimte zelf, is flexibel en kan uitzetten en kan ook inkrimpen. Nu, dat is iets waar Einstein zelf eigenlijk geen voorstander van was. Want Einstein die geloofde in een statisch universum. Een universum dat er altijd geweest is en dat er altijd zal blijven. En dat altijd min of meer wel hetzelfde zal blijven. Maar zijn theorie bewees net het tegenovergestelde. Dat het heelal wel kon uiteinden en inkrimpen. Dat het heelal dynamisch kan zijn. Einstein, ja, hij besefte dat. En hij ging dan met zijn formules een beetje foefelen. Ja, want hij had dan de zwaartekracht die ervoor zorgde dat het heelal in ging krimpen. Dat alles naar elkaar toegetrokken wordt. En hij zei van, oké, ik ga in mijn formule nog een extra term zetten. De kosmologische constante noemde hij die. En die gaat net het tegenovergestelde doen van de zwaartekracht. In plaats van alles naar elkaar toe te trekken, gaat die alles uit elkaar willen wegduwen. Nu later dan, toen dat in 1929 het uiteindelijk heelal werd ontdekt door Hubble, door de sterrenstelsels die allemaal van ons aan het wegbewegen zijn. Toen had Einstein direct die kosmologische constante uit zijn formule gehaald, begraven, en heeft hij gezegd, dit is de grootste blunder van mijn carrière. Maar nu dat we dus die donkere energie zien, nu dat we zien dat het heelal aan het versnellen is, dat er een kracht is die tegen de zwaartekracht werkt, nu hebben cosmologen, nu hebben sterrenkundigen die kosmologische constante van Einstein terug opgegraven, terug in de formules gestoken. En wat zien ze? Die kosmologische constante, lambda, die verklaart nagenoeg perfect hoe die donkere energie, hoe dat die zich gedraagt in het universum. Einsteins grootste blunder was denken dat hij geblunderd had. Want met zijn kosmologische constante had hij eigenlijk gelijk. Nu, oké, waarom is dat nu allemaal zo belangrijk? Waarom willen we nu allemaal per se weten wat dat is? Wel, ja, omdat, zoals u ziet op dit grafiekje hier, slechts 5% van alles wat er is van materie en energie in het universum, is de materie die wij kunnen zien, die we kunnen proeven, die we kunnen horen, die we kunnen voelen. Met al onze telescopen, met al onze apparatuur, met al onze camera's, dat is slechts 5% van alles wat dat er is. En 27% is dan die donkere materie, waarvan we ook er nog altijd niet uit zijn wat het is. Maar het grootste deel van de energie en massa in ons universum, dat is die donkere energie. Maar liefst 68%. En daarvan hebben we eigenlijk geen flauw idee wat dat het veroorzaakt. Dus we zouden het uiteraard wel, ja, graag te weten willen komen. Nu, hoe weten we dat? Want ja, hoe komen we aan die percentages? Dat is door meting natuurlijk. Maar hoe weten we of dat die juist zijn? Wel, vandaag de dag beschikken we over supercomputers, waarmee dat we simulaties kunnen doen. En we kunnen daar ook een heelal in simuleren. En als we die percentages daarin zetten, en we zeggen tegen de computer, maak ons een heelal, dan zien we dat het heelal dat tevoorschijn komt in zo'n computer, in zo'n simulatie, dat frappant goed overeenkomt met de werkelijkheid en met hetgeen wat we rondom ons heen zien als we naar het universum kijken. Dus op die manier zijn we al tamelijk zeker van, oké, die percentages, die kloppen. Een andere manier, dat is dit beeld hier, dit is de kosmische achtergrondstraling. Dat is eigenlijk straling die achterblijft van de Big Bang, zo'n beetje de soort van echo van de geboortekreet van het heelal. En ook dat beeld is sterk afhankelijk van die percentages van die verhoudingen tussen de gewone massa, de donkere massa, ja, donkere materie, en de donkere energie. Ja, donkere energie. Wie weet is het een mysterie dat opgelost wordt door iemand die nu aan het kijken is. Laten we eens kijken naar iets anders. Iets dat tot de verbeelding spreekt. Tijdreizen. Is tijdreizen mogelijk?
Wel, dat kunnen we natuurlijk onderverdelen in enerzijds tijdreizen naar het verleden en anderzijds tijdreizen naar de toekomst. Laten we eens beginnen met tijdreizen naar de toekomst. En opnieuw is het Albert Einstein, ja, de mens was een genie om een reden, hè? Opnieuw is het Albert Einstein die hier ons een antwoord op gaat geven, of dat het mogelijk is of niet. We hebben daar straks al gezien dat de ruimte dat het flexibel is. En dat de ruimte kan uitzetten en kan inkrimpen. En dat ook massa, dat dat ook een effect gaat hebben, dat dat ook de ruimte gaat verbuigen. Dat gaat voor een kromming zorgen in de ruimte, die massa. Nu, door Einstein weten we ook dat ruimte en tijd, twee dingen die we als twee aparte dingen zien, dat die eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus waar dat je de ruimte gaat beïnvloeden, ga je ook wel de tijd beïnvloeden. Dus een bepaald object dat enorm veel massa heeft, dat de ruimte enorm hard gaat verbuigen, dat gaat ook de tijd verbuigen. En daarmee weten we, hè, want wat heb je dan nodig om door de tijd te reizen? Wel, we kennen zo'n object al, zo'n object die de ruimte en de tijd enorm verbuigen, dat kennen we al. Er zijn al natuurlijke tijdmachines in ons heelal te vinden. En daarvoor neem ik u eventjes mee op reis. We vertrekken van op aarde, we stappen in ons ruimteschip en we vliegen de diepe ruimte in. Nu, niet zomaar willekeurig ergens naartoe. We zijn op weg naar de kern, naar het centrum van ons melkwegstelsel. Daar zit iets verborgen, diep in de heldere gloed en achter de donkere wolken van ons sterrenstelsel. Daar ligt namelijk een supermassief zwart gat op de loer. Als er iets is dat extreem veel zwaartekracht heeft en dat dus de ruimte en de tijd extreem kan verbuigen, dan is het dat wel. En je ziet zelfs op het beeld hier, zie je dat het beeld vervormd wordt, precies dat er een soort van lens over het beeld gaat. Maar dat is gewoon zuiver die zwaartekracht van het zwarte gat, dat alle lichtgolven zelfs gaat ombuigen. En als je in de buurt van zo'n zwart gat bent, dan gaat de tijd voor jou vertragen. Als je daar dichtbij zit, dan gaat, als je dan naar de rest van het heelal kijkt, dan ga je zien dat alles opeens versneld aan het gaan is. En wanneer jij dan terugkeert naar de aarde, gaat jouw tweelingsbroer bijvoorbeeld, dan gaat hij een stuk ouder zijn dan jij wanneer dat je vertrokken bent. Oké, klinkt interessant, hè? Klinkt spannend. Hup, allen daarheen, we pakken ons valies. En we stappen in ons ruimteschip en we gaan op reis. So you want to visit a black hole. You've packed your bags, you've updated your passport, and you're basically ready to jump on a spaceship and blast off. However, before you do that, I have just one piece of advice. Don't. Ja, enige raadgeving. Niet doen. Zwarte gaten zijn gevaarlijk, hè? Heel gevaarlijk. De reden waarom dat ze zwart zijn, is omdat de snelheid van het licht zelfs niet hoog genoeg is om aan de zwaartekracht van zo'n zwart gat te ontsnappen. Als licht er niet uit geraakt, ja, dan raak jij er ook niet meer uit. Dus als je maar een kleine misstap doet en je valt erin, dan ben je verloren. Er is nog een andere manier om door de tijd te kunnen reizen. En dat is door zo snel mogelijk, met je ruimteschip bijvoorbeeld, door zo snel mogelijk te vliegen. Door eigenlijk bijna even snel als de snelheid van het licht. Effects of near light speed travel. First, a lot of weird things can happen, like time and space getting all bent out of shape. For example, if you're moving at nearly the speed of light, according to the clock inside your rocket, you'll only take a bit more than half the time to reach your destination compared to what a clock on your planet would say. The end result is that while your clock might move normally to you, you'd see the clocks back home and move further when you return, so you might want to reschedule your dental appointments before you leave. Dus zoals je ziet, als je maar dicht genoeg tegen de snelheid van het licht komt, dan gaat de tijd ook vertragen. Dus ingewikkelde fysica hoe dat allemaal komt. Maar het maakt wel dat als je dan vertrekt en je hebt je tandartsafspraak bijvoorbeeld gemaakt, over 3 maanden kom ik terug en je kijkt in je ruimteschip op je kalender, oké, 3 maanden later. Maar als je dan terugkomt, dan zie je dat alles op aarde nog eigenlijk veel sneller vooruit gegaan is, omdat in jouw ruimteschip de tijd trager is gelopen. En dan kan het wel eens zijn dat je tandarts, ja, dat die een tandarts er niet meer is en dat er een pizzeria in de plaats staat bijvoorbeeld. Dus reizen naar de toekomst is mogelijk.
En wat nu met reizen naar het verleden? Wel, daar komen we een probleem tegen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen met vredelievende bedoelingen naar het verleden zou kunnen reizen. Zou willen reizen misschien. Maar stel nu dat dat niet het geval is. En stel nu dat jij erin slaagt om een tijdmachine te bouwen. En je keert terug naar de tijd. En je hebt het misschien macabere idee om je grootvader een kopje kleiner te maken, om je grootvader te vermoorden. Als je dat doet voordat je vader geboren wordt, ja, als uw vader niet geboren wordt, dan word jij ook niet geboren. Maar dan heb je ook geen tijdmachine ontwikkeld en dan kan je uw grootvader ook niet gaan vermoorden. Dus wie heeft dan uw grootvader vermoord? Ja, je ziet, er klopt hier iets niet. Iets aan de berekening is verkeerd. Dus we denken, ook al kunnen we niet echt in de fysica een wet vinden die zegt het gaat niet omwille van die reden, toch denken we dat het omwille van zo'n paradoxen niet mogelijk is om terug te reizen in de tijd. Maar het weerhoudt sterrenkundigen, enfin, vooral theoretische sterrenkundigen, het weerhoudt hun er niet van om er toch eens over na te denken op welke manier het misschien toch mogelijk zou kunnen zijn. Maar in tegenstelling tot reizen naar de toekomst, waarvan we weten dat het mogelijk is, in tegenstelling tot daartoe hebben we van reizen naar het verleden nog geen idee of het mogelijk is of niet. Het blijft een mysterie tot het tegendeel bewezen is. En ja, we zouden gerust nog eventjes kunnen verder blijven doen, want er zijn nog veel meer mysteries in ons heelal, maar we moeten natuurlijk ergens eindigen. Er zijn nog meer mysteries, kom, laten we eventjes een lijstje maken. Wat is bijvoorbeeld het meest elementaire deel van materie? We weten dat we allemaal opgebouwd zijn uit moleculen. En die moleculen zijn aaneenschakelingen van atomen. Atomen zijn die, allemaal die lettertjes die je in de tabel van Mendeleev ziet. En dat zijn allemaal de atomen, dat zijn de bouwstenen voor moleculen. Maar atomen op zich zijn dan weer opgebouwd uit elektronen die rond een kern draaien. Die kern is dan opgebouwd uit protonen en neutronen. Die protonen en neutronen zijn uit quarks opgebouwd. En ga zo maar verder. Maar ja, waar is dan echt waar is dan echt de basis? Waar is dan echt het begin van die materie? Dat weten we niet. We weten niet hoe ver dat we daar nog in kunnen gaan. Dat is nog een... wie weet. Gaat iemand dat nog ontdekken? Waarom is de zwaartekracht zo verschillend van de andere krachten? We kennen vier fundamentele krachten in ons universum, tot nu toe. En een van die andere krachten is bijvoorbeeld magnetisme. En dat zorgt ervoor dat je magneten, twee magneten, dat die aan elkaar gaan vastkleven, lijkt het wel. Maar dan is de vraag, ja, als je eens gaat kijken naar die magneten, met zo'n magneet, kijk, zo'n klein magneetje slaagt erin om sterker te zijn dan de zwaartekracht, dan een volledige planeet die hier onder mijn voeten zit. Waarom? Waarom is de zwaartekracht zoveel zwakker dan bijvoorbeeld de elektromagnetische kracht? We weten het niet. Wat is ruimte? Wat is tijd? We weten dat we in de ruimte leven. We weten, ja, oké, de tijd zorgt ervoor dat ons haar misschien grijs wordt, of dat ons haar uitvalt in een nog slechter geval. Maar wat is dat eigenlijk? Als je er echt een definitie gaat willen opplaatsen, dan kunnen we dat niet echt zo goed beschrijven. Hoeveel dimensies zijn er? Je zegt het, drie natuurlijk, hè. We leven toch in drie dimensies. Lengte, breedte, hoogte. Ja, oké, maar stel dat ik met u ergens wil afspreken. Dan moet u weten waar dat we afspreken, welk adres. En elk adres op aarde heeft geografische coördinaten. Noorderbreedte, oosterlengte in België gaat dat zijn waarschijnlijk. Lengte, breedte. En als je in een appartement is bijvoorbeeld, moet je ook nog weten welk verdiep dat je moet hebben. Hoogte. Maar als ik u niet zeg wanneer dat je er moet zijn, de tijd, vierde dimensie, ja, dan kunnen we niet afspreken. Dus we leven in vier dimensies, maar zijn er nog meer? En hoeveel zijn er dan? Dat weten we niet. Kunnen we sneller reizen dan de snelheid van het licht?
We zien dat naarmate dat we als een ruimteschip zouden hebben en we bereiken, we benaderen de snelheid van het licht, dan zien we dat het steeds moeilijker en moeilijker wordt en steeds meer en meer energie vereist om toch maar nog te kunnen versnellen om echt tot de snelheid van het licht te komen. Zodanig veel zelfs dat het onmogelijk is om sneller te gaan dan de snelheid van het licht. Maar is er misschien toch een manier dat we dat kunnen omzeilen en dat we toch sneller kunnen gaan? Met bijvoorbeeld zogenaamde wormgaten dat ze in science fiction gebruiken. Dat weten we nog niet. Waarom zijn we gemaakt uit materie en niet uit antimaterie? Want in het begin van de Big Bang, u zal de theorie van, enfin de theorie, u zal de formule van Einstein misschien allemaal wel kennen. E is gelijk aan mc kwadraat. Energie en massa zijn hetzelfde en kunnen in elkaar omgezet worden. Wel, in het begin van het heelal, tijdens die Big Bang, was er enorm veel energie. En die energie is die zich beginnen omzetten in enerzijds materie en antimaterie. Maar als we dat in laboratoria proberen, als we energie gaan omzetten in materie en antimaterie, dan zien we dat voor elk foton, voor elk energiedeeltje, om het zo eventjes te zeggen, dat er enerzijds een gewoon materiedeeltje wordt gevormd en anderzijds een antimateriedeeltje. Altijd. Hoeveel dat we dat ook doen, altijd materie en antimaterie. Maar als dat ook het geval was in het begin van het begin van het heelal, met de Big Bang, als al die energie die daarbij vrijkwam ook perfect 50-50 in materie en antimaterie werd omgezet, ja, dan gingen die elkaar ook terug tegenkomen en annihileren. Want als zo'n materie en een antimaterie deeltje elkaar tegenkomen, dan zetten die elkaar terug om in energie. Dat is ook wat er in sommige atoombommen gebeurt. Maar ja, klaarblijkelijk moet er toch een klein beetje overschot aan materie geweest zijn, want anders zouden wij hier nu niet zijn. Ja, wij zijn gemaakt uit die deeltjes ja, die geen date konden versieren met antimaterie. Waarom? Dat weten we nog niet. Hoewel er recente studies zijn, ja, we zijn misschien wel stilletjes aan op het pad om te ontdekken hoe dat komt. Maar we zijn er nog niet. Een zwart gat. We hebben het daar juist gezien. Als je in een zwart gat valt, raak je er nooit meer uit. Want de snelheid die je nodig hebt om te ontsnappen aan de zwaartekracht is groter dan de snelheid van het licht. Nu, licht geeft ons ook informatie over bepaalde objecten waar dat we naar kijken. Maar ja, het licht kan uit zo'n zwart gat niet uitgeraken, dus wat gebeurt er in zo'n zwart gat? We hebben natuurlijk onze fysica, onze theorieën, van over hoe de zwaartekracht en zo werkt. Maar in zo'n zwart gat hebben we nog altijd niet echt een goed idee van wat er daar eigenlijk allemaal gebeurt. Hoe groot is het heelal? We weten dat het heelal zich aan het uitzetten is en aan het versnellen is, maar wij hebben een grens van hoe ver dat we in het heelal kunnen kijken. U weet nog, het licht heeft een beperkte snelheid, die 100.000 km per seconde. En het universum, ons heelal, is 13,8 miljard jaar oud. Dat wil dus zeggen dat alles wat verder van ons vandaan is dan 13,8 miljard lichtjaar, alles wat ouder is of langer onderweg is, het licht beter gezegd, het licht dat langer onderweg is naar ons dan 13,8 miljard jaar, dat dus verder dan ons vandaan is, dat kunnen wij nog niet zien. Dus we kunnen ook geen afmeting maken van hoe groot het heelal is. Is het oneindig groot, ons heelal, of is het toch op een of andere manier ergens eindig? We weten het niet. Is er een theory of everything? Eén theorie, één formule, waarmee we alles in het heelal kunnen verklaren, waarmee we alles in het heelal kunnen beschrijven? Bestaat zoiets? Daar zijn ze ook naar op zoek, maar we weten het nog niet. Moeder, waarom leven wij? Waarom zijn wij hier? Waarom bestaan wij? De wetenschap kan nog geen antwoord bieden. En de laatste vraag, zijn we alleen? Zijn we moederziel alleen op ons klein bolletje, de aarde, dat we ronddrijven in de donkere, in de duisternis van de ruimte, zijn we helemaal alleen? Of is er nog ander leven op andere plaatsen, op andere planeten, in het heelal? We weten het niet. Hoewel, nieuws heet van de naald, nog geen 2 weken geleden is er een spannende ontdekking geweest.
Er is wel een gasmolecule gevonden in de atmosfeer van Venus, die hier op aarde alleen kan voorkomen, oftewel in laboratoria of in de industrie, oftewel door bacteriën die die gasmoleculen aanmaken. Maar het vraagt nog verder onderzoek. Het is daarmee nog niet bewezen dat er op Venus effectief leven is. Van al die vragen die we opgelijst hebben, misschien gaat de laatste vraag, zijn we alleen? Misschien mogen we voorzichtig optimistisch zijn dat we binnen de komende decennia daar wel een antwoord op zullen vinden. Want we vinden steeds meer en meer exoplaneten, planeten rond andere sterren dan onze eigen zon. En de telescopen worden steeds beter, gaan altijd een scherper en een uitgebreider beeld kunnen geven, waardoor dat we ook die planeten beter kunnen analyseren. En misschien gaat er ooit een dag komen dat we dan wel tekenen van leven kunnen vinden op andere planeten in het heelal. Maar tot nu toe is het antwoord nog altijd: we weten het niet. Dus ja, met het schaamrood op de wangen moeten we misschien toegeven dat we niet veel slimmer zijn dan deze twee figuren hier. Maar anderzijds, misschien moeten we het allemaal zo ver niet zoeken. Wie weet is het antwoord op de ultieme vraag over het leven, het universum en alles wat er is. Misschien is dat wel iets heel simpel, iets zoals, ik zeg nu maar, 42 bijvoorbeeld. Hierbij gaan we eindigen, maar mocht u toch nog meer zin hebben of meer willen weten over de mysteries van ons universum, dan is dit boek bijvoorbeeld wel een goede aanrader, want daar staat alles mooi in opgelijst en ook in uitgelegd. En het staat erbij, we hebben geen idee, de grootste mysteries in het universum, voor zover we nu weten. Want u weet, naarmate de wetenschap verder vordert, komen er misschien zelfs nog nieuwe mysteries tevoorschijn. Beste kijkers, dank jullie voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Hopelijk eens hier in levende lijven op Volksterwacht Mira.